We staan hier in Stadsbos 013, waar we 5 jaar geleden een aantal bomen hebben gekapt. Er werden wel vraagtekens bijgesteld. Bomen kappen in een gebied wat we net aanduiden als Stadsbos 013. Nou, daar hebben we een goede reden voor gehad. We hebben een pool aangelegd. En die pool vormt eigenlijk de verbinding tussen twee leefgebieden. Naar het zuiden toe het natuurgebied de Kaaistoep, naar het noorden toe Heidepark Vredelust. Die gebieden die waren vooral bijzonder vanwege een paar salamandersoorten, de kampsalamander en de vinpootsalamander. Nou, deze pool waar we nu bij staan, die is inmiddels dus ook gekoloniseerd. Ja, je kunt in de natuur twee dingen doen. Je kunt alles zijn gang laten gaan, dan wordt zeker in deze omgeving alles uiteindelijk bos. Dat is vrij eenzijdig. Wat we hier gedaan hebben is de natuur een handje helpen om uiteindelijk dit gebied een stuk rijker te maken. Nou, het leuke van die maatregel is dat je hier niet alleen die salamanders helpt, maar ook bijvoorbeeld hagedissen, ook insecten. Reeën komen hier drinken. Die open plekken die zijn heel waardevol, want er komt nu zon. We hebben ook struiken aangeplant. Die vormen een soort geleidelijke overgang van bos naar open plek. Nou, door die zon zie je dat er bepaalde planten gaan groeien. Struikhei, dophei. En we zijn nu 5 jaar verder en mensen denken dan, ja, daar ligt een plas met water. Maar de pool die is optimaal ontwikkeld. Daar groeien waterplanten in, daar leven kikkers in, daar leven salamanders in. Nou, dit is ondertussen een van de mooiste poelen hier in het hele gebied. Ja, kortom, het is echt een geslaagde ingreep.